De tentoonstelling Jeruzalem 600 jaar werd afgelopen vrijdag geopend. De zusters Ursuline, Brigitte en Mathilde, die ondanks zijn verhuisd uit Venray, bezochten de expositie in het Venraysmuseum als eerste. Zo'n 3 jaar geleden kregen we een tip. Houd er rekening mee dat Jeruzalem 600 jaar bestaat, over 3 jaar. En na een tweede tip, iets later, zijn we bij elkaar gaan zitten hier in de museale werkgroep en hebben bedacht, we gaan dus onderzoeken of dat een tentoonstelling waard is. En dat was het. We hebben dus een oproep gedaan in Pelemaas om te vragen of mensen in Venray nog attributen hadden die in de tentoonstelling passen. We zijn ons gaan inlezen, we zijn bij archieven te raden gegaan. En toen bleek dat we na dat onderzoek een tentoonstelling konden gaan inrichten. Ja. Ja, we hebben net al even mogen spieken. Het is hartstikke mooi geworden. Ja, wat kunnen de mensen verwachten? Ja, de mensen kunnen vooral verwachten dat ze informatie krijgen natuurlijk. Niet te veel informatie, maar we willen bereiken dat ze als ze hier naar buiten gaan, dat ze iets hebben beleefd. Dat ze iets van het kloosterleven uit die periodes meenemen naar huis. En iets nieuws over die geschiedenis van dat klooster te horen hebben gekregen. En vooral te zien hebben gekregen hier. Dat is de bedoeling. Ja, en wat valt er dan zoal te zien? Ik heb bijvoorbeeld al een bijzonder spel gezien door de Ursuline zelf gemaakt. Wat nog meer? Nou, een topstuk. 2 stukken die we hebben gekregen, kosteloos uit het archief van de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Die zijn nog nooit eerder tentoongesteld van 2 boeken. In dat boek, daar staat een tekening ter gelegenheid van de hulde aan koningin Wilhelmina vanuit het kapotgeschoten Venray en ook ter ere van het bestaan van Jeruzalem, zeg maar. Als u door het museum loopt, dan bent u vast apetrots. Keitrots zijn we, ja, allemaal. Ja, zeker omdat we erin geslaagd zijn uit een hele hoop informatie en interviews ook een tentoonstelling te maken die 600 jaar vrij goed in beeld brengt, denken wij. Ja. Ja, nu valt het ook samen met het vertrek van de laatste Ursuline uit Venray. Dat is toch ook het einde van een tijdperk? Dat kun je wel zeggen, ja. Want in Venray zijn dus veel kloosters geweest in het verleden. Maar de Ursuline die hebben natuurlijk vooral op onderwijskundig en pedagogisch gebied ontzettend veel betekend voor heel veel Venraise meisjes. En niet alleen meisjes uit Venray, maar ook daarbuiten. Ze hebben zelfs huizen gesticht in Indonesië, waar hier een tentoonstelling ook iets over te zien is. En we hopen dat veel van de pensionaires die op het internaat hebben gezeten bij Jeruzalem komen kijken en met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van de foto's die we hebben verzameld en opgehangen hier. Ja. Ja, vandaag is de opening. Benieuwd, misschien wel spanning voor de reacties? Klein beetje spanning, maar eigenlijk kan het wat ons betreft niet meer kapot. We hopen wel dat ook door de aandacht in de media, dat heel veel mensen naar deze tentoonstelling komen kijken. Want ja, jullie weten ook wel dat het in de museumwereld een beetje armoedtroef is sinds de coronatijd. En we hopen echt dat de Venraagse bevolking de draad weer oppakt en de weg naar dit museum weet te vinden. De expositie is tot en met 23 juli elke donderdag tot en met zondag te bezoeken in het Venraysmuseum.